We gaan weer terug naar vroeger. Toen ik de plastic zakken buiten moest zetten. Heb ik nog liever mijn ijzeren emmer als dit vind ik een ramp. De plastic is vies. Sommige mensen die gooien er ook voedsel in. Meeuwen en katten die vinden dat. Die scheuren de zak open. En dan gaat het door de straat heen. En zeker met deze wind ligt het overal gelijk. Elke week is het weer raak. Gescheurde afvalzakken en plastic verpakkingen die over straat zwerven. Bewoners willen wel meewerken met het inzamelen van plastic afval. Maar de manier waarop het nu gebeurt bevalt ze helemaal niet. Nou, alleen de plastic zakken, want die worden heel gauw stuk gescheurd door de meeuwen. En dan ligt het door de straat heen. Wat ik altijd doe, ik doe twee zakken in elkaar. Dat kan niet de bedoeling zijn, denk ik. Maar goed, doe er maar twee in elkaar, want anders dan ligt het zo op straat. De Nelder is druk bezig met een inhaalslag als het gaat om het scheiden van afval. De stad loopt ver achter op de rest van Nederland. Maar de nieuwe aanpak verloopt boven verwachting goed, vindt de gemeente. Eerste kwartaal, zou ik maar zeggen, is de plastic afval met 300% gestegen. Restafval is enorm afgenomen. En natuurlijk, bij ieder systeem wat je verantwoordt, heb je aanloopprikkelingen. En ja, ik was ook niet blij wat ik zag, wat ik op Facebook te zien kreeg, wat ik op via andere media tot me kreeg. Maar ik heb het toch doorgezet. Het zit echt compleet nog vol. Hier ook, dat ligt eronder, allemaal eten. De Helderse uitvinder Bertus Kramer wil niets anders dan een schone stad. Om te beginnen heeft hij speciale haken bedacht, zodat iedereen zijn afvalzakken kan ophangen. Niet die bureau, mensen achter die bureau op stadhuis, maar wij zijn de Helder. En wij kunnen met de buurt samen, moeten we dat netjes houden. En die ellendige dunne rotzakjes, dat is toch ook geen systeem. Als ik daar de macht over had, dan hadden jullie morgen andere zakken. Ja, dat probleem van de zakken is dat ze wat snel scheuren als ik het allemaal hoor. Ik heb wat mensen geadviseerd om de extra zak eromheen te doen, misschien wel drie. Maar waar het om draait is dat we eind van dit jaar en het najaar beginnen we in Julianendorp de plastic de rolcontainers voor plastic gaan uitrollen. En dan verdwijnen de plastic zakken. Dus dan is die oplossing eens nabij. Dat is goed nieuws voor de mensen buiten het centrum. Alleen vrezen inwoners van de binnenstad dat zij nog een paar jaar moeten wachten op hun afvalemmer. Tot die tijd heeft Bertus Kramer een andere oplossing. Waar wil je hem hebben? Nou, de meegroeizak. Daar passen wel vier volle plastic zakken in. Je houdt hem even stevig vast. Maar ja, het ziet er natuurlijk niet echt leuk uit als je in de tuin zit en je zit tegen die zakken aan te kijken. Plus dat onze plastic bak ernaast staat. En dat er dan nog wel eens katten of vogels zijn die het wel leuk vinden om die zak open te krabben. En we wel eens gehad hebben dat er inderdaad een nieuwe zak moest komen omdat de zak stuk was. Dus dit is sowieso een betere oplossing. Maar totdat iedereen een rolemmer heeft, blijft het behelpen. Eigenlijk zouden ze wat kleiner moeten wezen. Dan kan je mooie brood erin stoppen. Plastic moet je er niet in stoppen.